De gemeente Bergendal luidde woensdagavond feestelijk het nieuwe jaar in met haar inwoners. In het Afrika Museum verzamelden zich schutterijen, carnavalsverenigingen en andere inwoners van de gemeente om te proosten op het nieuwe jaar. Nou, ik denk niet dat er één mooiste moment was. We hebben een heel mooi jaar achter de rug waarin we heel veel verschillende hoogtepunten hebben gekend. Gewoon dingen die ieder jaar weer terugkomen. Een geweldige 101e Vierdaagse bijvoorbeeld. Maar ook, ik noemde het al, Europees kampioenen, judo, Geken van den Berg, waar ik super trots op was. En die ik gelukkig meteen daarna ook thuis kon gaan geluk wensen. Eigenlijk gebeurt er zo ontzettend veel in onze dorpen op zo uiteenlopend gebied. Ik kijk op een prachtig jaar terug. En als het volgend jaar ook zo mag worden, dan ben ik dik tevreden. Ik denk dat wat ik een paar keer heb mogen ervaren, dat waren toch wel die lintjes. Dat ik gewoon mensen die soms 30, 40, 50 jaar vrijwilligerswerk hebben gedaan, dat ik die iets mag overhandigen. En dat je dan die verrassing ziet in ogen van, hè, ik? Maar ik vond het al die tijd gewoon leuk om te doen en ik heb er zelf zoveel plezier uit gehaald. En waarom krijg ik dat nu? En ja, dat. En dan een zaal erbij die dat die persoon zo enorm van harte gunt. Ja, dan geniet ik echt. En dat heb ik gelukkig 14 keer als mooiste moment mogen beleven. Ik hoop dat het een jaar gaat worden waarin we het eigenlijk voor een groot deel zo kunnen houden als het is. En er ook een plus op kunnen zetten. Dat we echt meer kunnen doen voor inwoners waar het belangrijk is. He, ik noemde al de klimaatbeheersing. We hebben echt verschrikkelijke overstromingen gehad. Kelders die onderliepen, dingen die instorten, tuinen die verwoest zijn. Daar moeten we echt die klimaatbeheersing, die moeten we op orde krijgen. Gelukkig hebben we een hele gezonde financiële boekhouding. Dus er kan ook heel veel. We gaan de verenigingen gewoon blijven steunen. We gaan in alle dorpen werken, ook aan dorpsagendas, om al de mensen ook zelf in hun kracht te zetten. De basis is er, mooie dorpen, mooie mensen, mooie verenigingen. En eigenlijk staat er heel weinig in de weg om dat moois ook te gaan realiseren. En als we een mooie verkiezingsuitslag ook hebben op 21 maart, dan is er straks ook een raad en een college om dat allemaal waar te maken.